Alo. Zo, zitten we dan. 4:05, maandag de 2e juni. Ik ben Jente Kater van Voicebooking. Welkom. Dag 1 van het 1605 Content Festival. Gloedje nieuw festival. Een beetje uit de hand gelopen eigenlijk vanwege deze vreemde periode waarin we zitten. Het begon eigenlijk een beetje klein bij Voicebooking. We dachten, laten we een webinar doen. Maar we hadden er 2 op stapel liggen, dus we dachten, laten we 2 webinars doen. Ja, maar we hadden ook nog 2 dingetjes waarvan we dachten, dat willen we eigenlijk ook. Dus dat waren er al 4. Ja, 4 is niet leuk, dus dan moet je er 5 hebben. Dat was een week. En langzaamaan waren we aan het denken en kwamen we op 2 weken, 3 weken. En uiteindelijk dachten we, nou, lach maar. We doen gewoon 4 weken lang webinars via voicebooking.com. En dat is dus het 1605 webinar. Het 1605 Content Festival. Content in de breedste zin van het woord. Als Voicebooking geven een aantal webinars. Klanten van ons die geven webinars zoals In 60 Seconds. Die gaat een explainerscript workshop geven. Voiceovers. Stefan Cornicarn, waanzinnig ervaren voiceover. Fransman die al jarenlang in Londen werkt. Die gaat het hebben over stemmetjes. Hoe bouw je nou een karakter van een stem? Leveranciers, Epidemic Sound bijvoorbeeld, die gaat je insider tips geven over music search. En zo houden we je een maand lang bezig. Elke dag om 16:05 scherp. Het hele festival is gratis, dus schrijf je vooral in waarvoor je wil inschrijven. Iedereen is welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En laat het ook vooral horen op LinkedIn, Instagram of Facebook. Helemaal als je dit webinar wat je vandaag zag leuk vond, laat het vooral weten. We krijgen over het webinar van vandaag, dachten we eigenlijk, ja, we moeten natuurlijk aftrappen met iets over stemmen. Daar ben je voicebooking voor. En hoe begin je nou als voiceover? Nou, we krijgen heel veel vragen van beginnende stemmen waarin ergens in het verhaal zit, ik hoor dat ik zo'n mooie stem heb.
wat nu? Ja, wat nu? Zo gemakkelijk is dat niet. Ik zelf was al 10 jaar lang radiomaker, onder andere voor Radio 538, voordat ik begon met stemmenwerk. En ik ging er eigenlijk altijd vanuit dat ik het niet kon. Ja, een beetje met mijn stem verdraaien als discjockey, dat kon ik. Maar wat mensen als Boet Schouwink en Ben Maas dan deden toen, dat vond ik jaloersmakend en magisch. En daarbij dacht ik echt dat ik dat niet kon. En dat was op een gegeven moment een programma van Michiel Veenstra, waar Michiel en ik samen een rap waren wezen maken. En Arjan Golleman, helaas overleden, oud stem van RTL 4, Sky Radio. En hij zei, Jent, wat heb jij een mooie stem. En hoe gek het ook klinkt, ik maakte al jarenlang radio, maar nog nooit had iemand mij verteld dat ik een mooie stem had. En een dag later was ik de stem van Veronica Televisie. Dankjewel Arjan daarvoor. Toeval, dat is het dus vaak, zoals stemmen met stemmenwerk beginnen. Vraag het aan een professionele stem en je zult vaak zo'n raar verhaal horen. Tegenwoordig zijn er ook veel voice-overs die als extra inkomsten aan coaching doen. En je kunt dus ook beginnen gewoon met het beginnen van coachen. Er is er eentje die er een serieus bedrijf van heeft gemaakt. En dat is Barnier Geerling van stemacteren.nl. Hij is de voice coach van Nederland. En eigenlijk zou hij hier vandaag live zitten, maar zoals je weet, er heerst een bepaalde ziekte hier in Nederland. En een van zijn medewerkers die moest vandaag een training geven en hij heeft zijn plaats moeten innemen. We gaan het zo starten. Heb je ondertussen vragen, laat het dan vooral weten via de chat. Dan worden ze door Barnier gelezen en hij gaat ze achteraf allemaal beantwoorden. En zelf zal ik er na dit webinar ook zijn om dezelfde vragen ook nog eventjes live door te nemen. Dus bij deze dag 1 van het 1605 Content Festival, webinar nummer 1. Ik wens je veel plezier en inspiratie toe. En we schakelen nu over naar de studio van stemacteren.nl in Utrecht. Barnier, take it away. Hallo en leuk dat je kijkt naar het 1605 Content Festival met vandaag als allereerste webinar een introductiecursus stemacteren door mij. Ik ben Barnier Geerling, ik ben voice-over en stemacteur en oprichter en eigenaar van stemacteren.nl. Als voice-over spreek ik al een kleine 25 jaar lang in allerlei soorten producties, van voice-over producties tot tekenfilmproducties. Ik had een hoofdrol in de Disney film Big Hero 6 als Baymax. Ik ben een van de vaste stemmen van Bob de Bouwer, de nieuwe serie, als Muk, dat vrachtwagentje. En als voice-over heb ik ook heel veel verschillende soorten producties ingesproken, van hele saaie bedrijfsfilms tot telefoonsystemen, commercials, noem maar op. Bij stemacteren.nl geven wij workshops aan mensen die willen leren hoe ze voice-over of stemacteur kunnen worden. En dat doen we in onze lestheaters in Amsterdam, in Leiden en in Utrecht. En dat doen we al een kleine 20 jaar. Inmiddels is mijn team vrij uitgebreid en hebben we verschillende docenten die daaraan aan meewerken. Maar een belangrijk deel van de lessen geef ik nog zelf. En vandaag ga ik jullie een aantal elementen uit onze introductiecursus stemacteren meegeven, zodat je misschien zelf ook beter teksten kunt inspreken. De kans is heel groot dat je al actief bent in het stemmenvak of in een aanverwante industrie, bijvoorbeeld als content producer of videomaker, en dat je op die manier al in aanraking komt of bent geweest met het stemmenvak. We hebben als doel bij stemacteren.nl om mensen een hele leuke workshop te geven, te laten kennismaken met dit vak, en tegelijkertijd natuurlijk om te ontdekken of ze er ook iets mee kunnen. Zoals je misschien al hebt gezien, is dit webinar helaas niet live. Daar moet ik mijn excuses voor maken. Want helaas heb ik te horen gekregen dat een van onze docenten ziek is en ik moet zijn les vandaag overnemen. Dus terwijl jullie hier naar zitten te kijken, zit ik in ons lestheater een groep cursisten les te geven. Als ik op een feestje ben of op een plek waar mensen mij niet kennen en ik vertel dat ik voice-over en stemacteur ben, is de eerste reactie vaak doe eens. Alsof je er een kwartje in gooit en dan willen ze graag van je horen wat voor karakters en wat voor soorten teksten je allemaal inspreekt en hoe dat klinkt uiteraard.
En het tweede wat ik heel vaak, bijna altijd hoor, is ik kan mijn kinderen heel goed voorlezen. Mensen zeggen dat ik iets met mijn stem moet doen. Ik heb een hele mooie, lage, warme stem. Ik hoor vaak dat ik daar iets mee moet doen. Dat is eigenlijk altijd de reactie die ik krijg op het moment dat ik vertel dat ik voice-over en stemacteur ben. En dat is ook meteen het grootste misverstand met het stemmenvak. Namelijk dat om een voice-over of stemacteur te worden, je eigenlijk alleen maar een goede stem moet hebben en een beetje moet kunnen voorlezen. En dat is het. Maar helaas, dat is het niet. Dit is een groot misverstand, want het stemmenvak behelst veel meer dan alleen maar het hebben van een goede stem. En vandaag ga ik je in deze korte introductieworkshop stemacteren daar een en ander over vertellen, hoe je een tekst inspreekt, waar je op moet letten en hoe je, nou ja, in ieder geval ervoor kunt zorgen dat je een voice-over performance of een stemacteer performance zo goed mogelijk kunt doen. Zeker als je zelf af en toe wat teksten inspreekt voor bijvoorbeeld videoproducties die je maakt, zitten daar denk ik handige tips bij. Het hebben van een goede stem, van een prettige stem, is natuurlijk een aangenaam iets. Dat is fijn als je voice-over wil zijn, maar het is zeker niet het belangrijkste. Het is ongeveer net zo belangrijk als een voetballer met mooie benen. Prettig om naar te kijken, maar hij voetbalt er niet per se beter door. Dus wat is het dan wel? Waar moet je allemaal aan voldoen als je voice-over wil worden? Ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen dat het inspreekvak gaat over communiceren. Het communiceren met een doelgroep die jij niet ziet. Een ander belangrijk punt is dat je communiceert met een tekst, meestal die niet door jouzelf geschreven is, die door een tekstschrijver wordt geschreven. Dus je communiceert een boodschap die niet van jou is, met een doelgroep die jij niet kan zien en die jou tegelijkertijd ook niet kan zien. Dat is een hele uitdaging. Zeker als je wil dat die doelgroep iets gaat doen, actie onderneemt. Hè? Dat is een lastig ding. Dus stemacteren gaat over communiceren. En communiceren kun je goed doen of kun je natuurlijk verkeerd doen, of in ieder geval niet effectief of efficiënt doen. En het is dus de kunst voor een stemacteur en een voice-over om zo efficiënt mogelijk te communiceren met zijn niet zichtbare doelgroep. Daar is nog een ingewikkeld ding bij, want het is vaak zo dat je op het moment dat je een tekst inspreekt natuurlijk ook in een wat spannende situatie zit. Mijn ervaring met beginnende voice-overs en stemacteurs is dat ze het vaak heel spannend vinden, hè, als ze in een studio zitten in te spreken met aan de andere kant van het glas allemaal mensen van een bureau of de opdrachtgever. Dat ze een tekst zo last minute voor hun neus geschoven krijgen en dat ze moeten gaan inspreken. Grote belemmering, zeg maar, voor een goede voice-over of stemacteer performance is dat je te zelfbewust bent. Dat je te veel bezig bent met, oh god, ze zitten allemaal naar me te kijken. Oh god, ik weet niet wat ik met deze tekst moet. Moet ik hier omhoog? Moet ik hier omlaag? Welke woorden verdienen nadruk, et cetera? Te geconcentreerd zijn of te zelfbewust eigenlijk zijn kan ervoor zorgen dat je voice-over performance wat statisch gaat klinken. En ik wil vandaag beginnen met jullie uitleggen wat misschien wel de sleutel kan zijn tot een perfecte voice-over en stemacteer performance. Maar daarvoor gaan we eerst een klein beetje terug in de tijd. Zo ergens rond 1973 was er een professor, Dr. Albert Mehrabian, die onderzoek deed naar communicatie. Communicatie, rechtstreekse communicatie tussen mensen. En hij kwam tot de ontdekking dat communicatie en effectieve communicatie niet alleen het gevolg is van een aantal woorden die je uitspreekt, maar dat er veel meer bij komt kijken. Daar komt bij kijken de tekst, uiteraard de woorden die je uitspreekt, de intonatie, hoe het klinkt, en wat je doet met lichaamstaal. En jaren later is de uitkomst van zijn onderzoek een beetje verdraaid. En zeggen we tegenwoordig, het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt. En dat is een klein beetje verdraaid, is niet helemaal waar. Maar de basis van dit onderzoek gebruik ik om cursisten te leren stemacteren. En daar hebben we een speciaal model voor gemaakt.
Of een methode eigenlijk. Wij noemen dat de CBV-methode. Dat staat voor comprehension, oftewel tekstbegrip. Het staat voor body language, lichaamstaal. En het staat voor voice, stem en spraak. En die CBV-methode, daar ga ik je vandaag wat over vertellen. Toen ik lang geleden begon met het lesgeven aan cursisten, deed ik eigenlijk wat alle andere mensen doen die iets met stem willen gaan overbrengen aan potentiële of aan studenten, namelijk focussen op de stem. Dus mijn allereerste cursisten, die vertelde ik dat ze op het derde woordje omhoog moesten, op het vierde woordje omlaag moesten, daar een punt moesten zetten, daar moesten ademhalen. En het gevolg was dat de voice-over performance hartstikke dood klonk. Die mensen zaten zo in hun hoofd, omdat ze zo moesten nadenken over wat ze precies deden, dat de voice-over, of het klonk wel een beetje lekker, maar het klonk niet levendig en niet echt. En persoonlijk vind ik dat een groot bezwaar tegen het alleen maar bezig zijn met stem en met hoe het moet klinken. Dus na een aantal jaar ben ik begonnen met het lesgeven in een andere methodiek. En die methodiek is dus de CBV-methode. Gebaseerd, of losjes gebaseerd op het werk van Albert Mehrabian bij onderzoek naar communicatie. Kortom, komt dit op het volgende neer. Om een boodschap die niet van jou is goed te kunnen overbrengen, moet je allereerst weten wat je zegt. En dit lijkt heel vanzelfsprekend. Hè? Je krijgt een tekst onder je neus geschoven en daar staat een simpele zin in. En dan denk je, ja, dan begrijp ik wel wat daar wordt gezegd. Maar je moet weten wat er staat. Wat er in de tekst staat. Maar je moet ook weten wat er achter de tekst zit. Door acteurs ook vaak wel de subtekst genoemd. Je moet dat niet alleen begrijpen, maar je moet het ook voelen. Weten wat er wordt verteld. Dus de eerste stap is dat je begrijpt wat je vertelt. Het tweede stap is dat je lichaamstaal, wat je laat zien in je performance, je beweging van je handen, gebruik van je mimiek, je algemene lichaamshouding, dat die uitstraalt wat je in de eerste stap, in tekstbegrip, zeg maar, hebt ontdekt. Om dat wat duidelijker te maken, als je een zin hebt als waar ga je morgen heen? En je brengt die met een heel boze, heftige lichaamstaal en heftige mimiek, zal dat heel anders gaan klinken en opgevat worden door de luisteraar dan wanneer je het op een blije manier gaat vertellen. Met een blije lichaamstaal, met vrolijke beweging, met een vriendelijk gezicht. De derde stap in het in de CBV-methode is stem en spraak. Nou, deze drie elementen, tekst, wat je zegt, je lichaamstaal, hoe het eruit ziet, en je stem, moeten congruent zijn. Dat wil zeggen, ze moeten hetzelfde uitstralen. Op het moment dat er sprake is van incongruentie, dat wil zeggen dat tekst, lichaamstaal en stem niet hetzelfde uitstralen of hetzelfde zeggen, dan vertrouwen wij mensen altijd op de lichaamstaal van iemand. Er is een verhouding berekend. Ik geloof dat voor efficiënte communicatie is tekst voor 7% van belang, intonatie voor 38% en lichaamstaal voor 55% van belang. Maar wat nou een beetje het misverstand was, is dat men denkt dat lichaamstaal altijd van belang is. Nee, lichaamstaal is met name van belang als er sprake is van incongruentie tussen de tekst, tussen de stem en tussen de lichaamstaal. Oké, daar is mijn CBV-methode zeg maar op gebaseerd, namelijk dat wat we willen doen met mensen die willen leren stemmen acteren, is kijken naar de congruentie tussen deze drie verschillende aspecten. Je moet dus hetzelfde uitstralen. Waarom doe ik dit op deze manier? Omdat stem en spraak eigenlijk vanzelf volgt
op het moment dat je weet wat je vertelt, dat je een passende lichaamstaal daarbij gebruikt, hè, dan ontstaat de stem vanzelf. Als voorbeeld, hoe vaak komt het voor dat als je je buurman of buurvrouw tegenkomt, als je naar buiten loopt, dat je dan eerst gaat nadenken hoe het moet gaan klinken? Hè, moet ik daar omhoog met mijn stem? Moet ik daar omlaag met mijn stem? Nooit, toch? Je weet wat je wil gaan zeggen, namelijk goedemorgen buurvrouw of goedemorgen buurman. Je weet wat voor lichaamstaal erbij hoort. Dat volgt eigenlijk van nature. En je stem ontstaat daarbij. Dat is de methodiek waarvoor ik kies op het moment dat ik lesgeef aan beginnende voice-overs. Omdat het voor beginners namelijk heel lastig is om bezig te zijn alleen maar met die stem. He, dat het hier warmer moet klinken, dat je daar een punt moet zetten, dat je hier omhoog moet gaan of omlaag moet gaan. Dat is heel erg lastig en dat trekt een beginner in zijn hoofd. Dan ga je er veel te veel over nadenken. Vandaar is het zo dat ik het inspreekvak, of het nou gaat om voice-overs, of dat het nou gaat om stemacteerwerk, tekenfilmwerk, dat ik dat vergelijk met traplopen. Een goede voice-over performance, daar mag je niet heel actief nadenken of te zelfbewust zijn van wat er precies gebeurt. En vergelijk het dus met traplopen. Als je een trap oploopt of afloopt, moet je niet te veel nadenken dat je op een trap loopt en waar je je voeten wil neerzetten. Want de kans is heel groot dat je dan vervolgens van die trap aflazert. Dat is ook een beetje zo met het inspreekvak. Ja. En bij het inspreekvak zijn er natuurlijk nog extra dingen die jou op de trap kunnen wijzen. Er zit namelijk publiek bij. Hè. Als je in een studio inspreekt, zit een bureau bij. Je moet het een aantal keren inspreken. Jij zit aan de andere kant van het glas of van het raam. Je ziet de mensen van het bureau met elkaar praten, maar je hoort ze niet. Dus er zijn heel veel elementen die jou uit jouw performance kunnen trekken. En dat is voor ervaren voice-overs misschien niet meer zo'n ding. Hè? Want die hebben voldoende ervaring in het inspreken. Maar als je net begint met inspreken, zijn er zoveel dingen die je kunnen afleiden uit jouw voice-over performance. Dat de alleen maar bezig zijn met stem niet een handig ding is. Goed, laten we nog eens kijken naar dat CBV-model of de CBV-methode. Met cursisten begin ik dus altijd te kijken naar de tekst. Wat staat er exact in de tekst? Dus tekstbegrip is het eerste ding. Je moet snappen wat je vertelt. Dat is niet altijd makkelijk, want niet alle teksten die je als voice-over of stemacteur onder je ogen geschoven krijgt, zijn altijd heel begrijpelijk. Bovendien is het ook vaak zo dat je de teksten heel last minute krijgt. Dus je moet in staat zijn om in korte tijd de tekst te snappen, te begrijpen, te zien wat de subtekst is, wat erachter zit. Maar dat is de eerste stap. Hè. En soms is dat heel eenvoudig en heb je een tekst heel snel door. Maar we gaan niet alleen kijken naar wat er letterlijk in de tekst staat, maar wat er ook achter verborgen zit. Als een voorbeeld, een commercial voor Head & Shoulders, hè, als je die gaat inspreken. En dat gaat vaak over de prettige effecten van Head & Shoulders, dat je je niet meer onzeker hoeft te voelen. En dat is dan vaak ook de subtekst van zo'n commercial, is dat als je Head & Shoulders gebruikt, dat het probleem dat je hebt, roos, dat wordt opgelost. Dus we willen kijken naar wat staat er letterlijk in de tekst, namelijk koop nu Head & Shoulders goed voor jouw hoofdhuid, geen last meer van roos. Maar de subtekst vertelt, je kunt je nu weer zeker voelen. We verkopen in feite zekerheid, we verkopen schoonheid als we een Head & Shoulders commercial inspreken. Dus zo wil ik altijd dat cursisten op zoek gaan naar niet alleen wat er letterlijk staat, maar wat zit er nou achter de tekst. En dat is niet altijd even makkelijk, want er zijn natuurlijk ook teksten die met name informatief zijn. Maar wat ik altijd wil proberen, wat ik altijd wil proberen, is te kijken naar wat zit er nou achter die tekst. Want informatie, ik vind het antwoord, dit is een informatieve tekst, of de opmerking, dit is een informatieve tekst, vaak heel vaag. Want alles is in principe informatie, toch? Alles wat je ziet, alles wat je ruikt, wat je hoort, is informatie. Maar het gaat erom, hoe kleur je die informatie? Wat is de kleur van de informatie?
Als we kijken naar een bedrijfsfilm, en ik zal straks met jullie een voorbeeld bekijken, dan is het heel vaak zo dat het gaat om trots. Wij zijn niet zomaar een bedrijf, maar we zijn een heel bijzonder bedrijf. Wij doen heel bijzondere dingen. En dan is bijvoorbeeld dat een belangrijk aspect om te gaan overbrengen. Dus in stap 1 kijken we naar wat staat er in de tekst, wat zit er achter de tekst verborgen. En in stap 2 gaan we naar lichaamstaal. En misschien heb je het al gedacht van lichaamstaal, maar ik zit toch in een hokje of ik zit in mijn eigen studio. Niemand ziet me toch, we zijn toch alleen maar te horen. Maar lichaamstaal is zeer sturend, niet alleen als je iemand ziet, maar ook als je iemand niet ziet. Recent is daar overigens onderzoek naar gedaan door de Radboud Universiteit. Lichaamstaal is niet alleen te zien, maar ook te horen. En wat heel vaak voorkomt, met name bij beginnende voice-overs, mensen die nog nooit hebben ingesproken, is dat ze achter de microfoon gaan zitten en stil zitten. Ze bevriezen als het ware, want ze zijn super geconcentreerd, willen ze die tekst inspreken, dat moet dan goed klinken ook. En dat zorgt er vaak voor dat zo'n tekst heel statisch is en statisch over gaat komen. Lichaamstaal bestaat uit een aantal verschillende elementen. Allereerst heb je je algemene houding. En je algemene houding gaat met name over je romp. Hoe je romp ontspannen of gespannen is. Dan misschien zelfs wel met name je rug. Heb je een gespannen rug, gespannen schouders, gespannen nek? Dat is bepaald een beetje je algemene houding. En je algemene houding vertaalt zich in geluid naar ontspanning of spanning. En je moet het maar eens proberen. Als je met een heel gespannen rug iets gaat vertellen, dan zullen anderen vaak ervaren ook, en misschien jijzelf ook wel, dat je gespannen bent. Dus algemene houding is het eerste deel van lichaamstaal. Het tweede element dat betrokken is bij lichaamstaal zijn je handen. Je zag ze al eventjes onder in beeld verschijnen. Met je handen breng je beweging in wat je communiceert. Niets is saaier dan naar iemand kijken die achter zo'n katheter staat met een papiertje en zichzelf vastpakt aan dat ding en een uur lang een verhaal aan jou vertelt. Jouw handen moeten los zijn. Die moeten los in de lucht kunnen bewegen. Als je een heel ervaren voice-over bent, heb je dat misschien niet meer nodig. Dan is dat niet nodig, maar door je handen te bewegen, enigszins of één hand te bewegen tijdens het inspreken, wordt je performance vaak wat losser. En tenslotte is een ander belangrijk deel van lichaamstaal je gezicht of je mimiek. Wat er gebeurt in je mimiek. Ik zeg vaak tegen cursisten dat je met mimiek kleur je de tekst of kleur je de performance in. Kijk je boos, dan ga je meestal boos klinken. Kijk je blij, dan ga je vaak blijer klinken. En dit is wat makkelijk gezegd, want er is veel meer betrokken. Hè, er zit veel meer tussen boos en blij. Er zijn natuurlijk ook hele subtiele mimiekvormen. Maar er zijn dus drie elementen in lichaamstaal. Je algemene houding, hè, of je gespannen of ontspannen zit. Je handen, of die stil zijn of bewegen. En dat zorgt ervoor of het statisch klinkt of dat het beweegt. En je mimiek. En met je mimiek kleur je de tekst in feite in. Terug naar het CBV-model waar ik je eerder over vertelde. In stap 1 kijken we naar waar gaat die tekst nou over. En op het moment dat je bijvoorbeeld een bedrijfsfilm inspreekt, en daar is het voornaamste wat we willen uitstralen, moet je eens kijken wat een bijzonder bedrijf wij zijn. Dan wil je ook eigenlijk dat jouw lichaamstaal daarbij past. Hè, dat een positieve lichaamstaal is, een open lichaamstaal is. Waarbij je een vriendelijke uitstraling hebt. Dus als je een tekst gaat inspreken, kijk naar wat de tekstinhoud is en probeer het gevoel of de sfeer van de tekst te laten zien in jouw lichaamstaal. En het grappige is dat als je dat doet, als je begint bij stap 1, tekst dat vervolgens vertaalt in je lichaamstaal en in je mimiek, ontspannen, vriendelijk, vrolijk, dat de basis voor stem en voor spraak, wat stap 3 is, meestal vanzelf ontstaat. Mijn ervaring is dat als ik op deze manier werk, dus eigenlijk eerst kijken naar tekst, dan vervolgens zorgen dat de cursist
zijn lichaamstaal aanpast op datgene wat hij vertelt, dat de stem en spraak vanzelf ontstaat en dat er een congruente boodschap ontstaat. En die congruente boodschap die zorgt ervoor dat je voice-over performance oprecht, of in ieder geval in de basis, goed gaat klinken. Wat je dus niet wil is dat iemand begint bij stap 3, namelijk bij stem en spraak. En gaat kijken, oké, de nadrukken moeten hier onder deze woorden, hier moet een komma komen te staan, daar moet ik omhoog, daar moet ik omlaag. Bij een beginnende stem zal dit ertoe leiden dat je veel te veel bezig bent met nadenken. En dat je dus super geconcentreerd en veel te zelfbewust zo'n performance gaat inspreken. Dus een tip voor jou als misschien wel beginnende voice-over of als content producer, videomaker. Als je zelf een tekst gaat inspreken, wees dan niet alleen bezig met de stem. Maar wees vooral bezig met wat zeg ik? Wat is de inhoud? Wat zit er achter de tekst? En ben ik in staat om dat ook op een passende manier te uiten in mijn lichaamstaal en in mijn mimiek en met mijn handen? Belangrijke tip. Zit dus niet stil. Als je gaat inspreken, jongens, zorg ervoor dat je één hand, één arm loshoudt. Dat je jezelf niet klein maakt, maar jezelf wat groter maakt. Jezelf comfortabel maakt. Je hebt het vast zelf ook wel eens ontdekt. Als je je comfortabel voelt, dan maak je jezelf meestal wat groter, zit je ontspannen. Maar als je jezelf gespannen voelt, wat er dan meestal gebeurt, is dat iemand zichzelf klein maakt. Hè? Die gaat wat voorover zitten, je drukt je armen tegen elkaar. En dat hoor je allemaal terug in stem. Lichaamstaal is dus niet alleen te zien in directe communicatie met mensen, maar is dus ook te horen in een voice-over performance bijvoorbeeld. Sterker nog, lichaamstaal heeft ook een direct effect op hoe je je voelt. He, dus wat je doet met je fysiek, of je jezelf klein maakt of groot maakt, heeft invloed op hoe je je voelt. Je hebt wellicht een TED-talk gezien van Amy Cuddy. En zo niet, dan zou ik het zeker aanraden om daar eens naar te kijken. Amy Cuddy heeft onderzoek gedaan naar het effect van lichaamstaal en hoe je je presenteert op hoe je je voelt. En zij noemt dat power posing, of in ieder geval dat heeft ze onderzocht, power posing. Door een bepaalde pose aan te nemen, krijg je een ander gevoel. Nou, om dat hele lange verhaal van Amy Cuddy samen te vatten, het komt ongeveer hierop neer. Op het moment dat jij jezelf klein maakt en een niet-dominante houding aanneemt, dan stijgen de cortisol levels in jouw bloed. En cortisol is natuurlijk verantwoordelijk voor stress. Maar het omgekeerde is ook waar. Op het moment dat je jezelf groot maakt en een dominante houding aanneemt, dan zakt het cortisol level in je bloed. En dat lijkt een beetje tegenovergesteld van wat je zou verwachten. He, op het moment dat bijvoorbeeld een aap zichzelf groot maakt, dan zakt zijn stressniveau. En je zou verwachten dat op het moment dat een aap zich groot maakt, dat er dan een situatie is waarin die moet vechten en dat dan stijgt het stresslevel. Nou, dit geldt dus niet alleen voor apen, maar voor alle dieren en ook voor mensen. Dus op het moment dat jij voorovergebogen in een spreekcel gaat zitten, super geconcentreerd bent, jezelf klein maakt, je armen dicht tegen je aanduwt, dan is de kans heel groot dat je jezelf ook ongelukkig gaat voelen en ongemakkelijk gaat voelen. Dus zorg ervoor dat je jezelf groter maakt dan je zou misschien dat je zelf zou doen als je gaat inspreken in de studio. En je zult merken dat je na een aantal minuten jezelf wat comfortabeler gaat voelen. Het is al heel spannend, zeker als er een klant bij de opname is, hè, om in zo'n cabine te gaan zitten voor de eerste keer en zelfs voor de tiende keer is het nog spannend. Maar op het moment dat je jezelf klein maakt, maak je het eigenlijk nog spannender voor jezelf. Je vertelt eigenlijk je brein, en jouw lichaamstaal vertelt je brein dat het zichzelf zenuwachtig moet voelen. Goed, lichaamstaal is dus een heel belangrijk aspect in de communicatie en is ook de sleutel tot een goede voice-over performance. In ieder geval als je ervoor zorgt dat er sprake is van een congruente boodschap. Laten we eens kijken hoe je dit nou kunt gebruiken bij het
inspreken van een tekst. Dus ik heb een tekstje erbij gezocht voor de Derma Clinic. En dit is voor mensen die een kromme neus of een bochel hebben. Ik zal de tekst ook even in beeld laten zien, een klein stukje. En dan kun je hem eventjes, kun je hem lezen. Laten we even kijken naar de eerste alinea. Nou, het lijkt erop dat dit een tekst is voor een kliniek waar je schoonheidsbehandelingen uit kan laten voeren. En we moeten allereerst kijken naar stap 1, tekstbehandeling. Waar gaat deze tekst over? Nou, het eerste wat je natuurlijk kunt doen is gewoon antwoorden wat er daadwerkelijk in de tekst staat. Hè, dus dit is voor mensen die een scheve of kromme neus hebben, die een correctie willen laten uitvoeren. Wat ik mezelf altijd afvraag voordat ik een tekst ga inspreken is, wat is hier het probleem? Vrijwel alle, laten we zeggen, commerciële teksten, teksten met een commerciële inslag, die gaan ervan uit dat er een probleem is. Het probleem hier, en ik weet niet of je dat ook gezien hebt, is dat de meeste mensen liever niet geopereerd willen worden. Hè, dat is eng, dat is vervelend. En nou ja, dat probleem wordt hier zo tussen de regels door ook een beetje benoemd. Op het moment dat je geopereerd moet worden, er zijn allerlei gevaren bij, dat wil je allemaal liever niet. Maar gelukkig is dat niet meer nodig. Als jij een kromme neus of een scheve neus of een bochel of iets anders hebt, wat moet worden, nou ja, mooier moet worden gemaakt, dan hoef je daarvoor niet meer geopereerd, want je kunt dit tegenwoordig door botox laten fixen. Met een aantal fillers en botox, nou ja, anyway, je hebt geen operatie meer nodig. Dus als we nou eens kijken naar de samenvatting van dit verhaal, wat er letterlijk staat is, als je bang bent voor operaties, dan hoeft dat niet langer, want je kan met een hele simpele ingreep nou ja, allerlei dingen laten uitvoeren die jou nou ja, er mooier uit laten zien. Daarnaast ja, wordt er nog wat verdere informatie gegeven over hoe lang is die botox, hè, hoe lang werkt die botox nu precies? En je moet je goed laten informeren, dat soort informatie. Maar nou ja, de essentie van de tekst is dus, je kunt je laten opereren zonder operatie met een botox filler. De vraag is nu, wat zit er nou achter de tekst verborgen? Deze tekst die haakt natuurlijk enorm in op de angst van mensen voor een operatie. Dus wat we hier, nou ja, voor zover dat echt, voor zover je kunt zeggen, we verkopen iets. Maar wat we hier verkopen is geruststelling. Vriendelijkheid, geruststelling. Hey, je wil mensen, nou ja, laten weten dat het allemaal niet zo spannend hoeft te zijn. En dat het vrij eenvoudig is om nou ja, je schoonheidsbehandeling of operatie zonder operatie te laten uitvoeren. En dat zegt wat over de sfeer, over de gewenste tone of voice voor deze productie. Want we willen mensen geruststellen. Dus ik denk dat als je in stap 1 weet van, hey, we willen mensen geruststellen, dat je in stap 2 moet proberen in je lichaamstaal een rustige, vriendelijke, open nou ja, lichaamstaal te laten zien. Dat is nog niet zo makkelijk als ik het zo zeg, hè, maar waar je op kunt letten is dat je gezicht ontspannen is, dat je een vriendelijke oogopslag hebt, dat je een rustige beweging maakt met je hand. En want de mate waarin je bijvoorbeeld je hand gebruikt tijdens het spreken is heel erg van invloed op, nou ja, hoe je overkomt. Als je snel je hand beweegt, en dan zal het geheel ook wat sneller en onrustiger worden. Let dus op dat je in je lichaamstaal rustig bent, vriendelijk bent en dat je mensen gerust stelt. Dat is in feite wat je hier moet doen. En dan komen we eigenlijk automatisch, als je die, hè, als je weet wat je vertelt en je kunt dat tot uiting brengen, of de sfeer daarvan tot uiting brengen in je lichaamstaal, dan ontstaat de basis voor je stem en spraak vanzelf. In stap 3 horen dingen thuis als tempo. Nou, bij een onderwerp zoals dit, waarin je mensen gerust wil stellen, denk ik dat je niet te snel moet spreken. Daar moet het langzaam, het tempo zeg maar vrij langzaam zijn. Ik denk dat qua stem
Dat je automatisch al uitkomt in een wat ontspannen geluid, wat rustig geluid. Er zal ongetwijfeld ook een bepaald muziekje onder deze video zitten, wat wat rust geeft en misschien zelfs ook wat luxe laat zien. Hè, want meestal zijn dit soort klinieken zijn eigenlijk hele luxe ziekenhuizen. Maar dat is eigenlijk de manier waarop je een dergelijke tekst aanpakt. Je kunt dus vrij snel de tone of voice van een tekst bepalen door dit stappenplan te volgen. Wat zeg ik? Wat verkoop ik achter de tekst? Wat moet ik doen met mijn fysiek? Moet ik rustig bewegen met mijn handen? Moet ik wat sneller bewegen? Hoe moet ik kijken? Ik moet zorgen dat ik niet te statisch beweeg of niet te statisch ben. Dat ik een vriendelijke oogopslag heb. En vervolgens ontstaat er dan de basis voor jouw voice-over performance. En daar kun je natuurlijk eventueel nog aan tweaken. He, dus je kan ietsje sneller, ietsje langzamer, misschien toch iets hoger of ontspannender in stem. Het zijn allemaal dingen die je kunt aanpassen. Maar dat is de manier waarop ik mijn studenten, cursisten leer om een performance in te spreken. En ik laat jullie nu een corporate tekst zien. Maar dit is ook van toepassing op het inspreken van tekenfilms. Ik spreek dus vrij veel dingen in voor tekenfilmproducties. En ik zit altijd heel heftig te bewegen. Ik probeer mijn karakter, het karakter wat ik moet inspreken, ook echt te verbeelden in mijn fysiek. Zou ik statisch zitten, dan gaat zo'n karakter heel snel statisch klinken. Nou, dit zijn drie dingen die je direct kunt gebruiken als je wil beginnen met inspreken of als je al inspreekt. Het is een bepaalde benadering die ervoor kan zorgen dat je een levendige tone of voice en een levendige performance neerzet. Natuurlijk zijn er nog ontzettend veel andere dingen. Als je eenmaal meer ervaren bent als stem, dan kun je natuurlijk gaan kijken naar wat verdient nadruk en waarom moet een bepaald woord een nadruk krijgen? Waarom is het beter om af en toe een punt te zetten als er een komma staat? Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk voor een later moment zijn en daar kan ik ook uren over praten. Daar hebben we nu geen tijd voor. Maar ik denk dat als je een paar dingen met jezelf afspreekt, weet wat je zegt, weet wat er achter de tekst verborgen zit, laat dat zien in je fysiek, je volledige fysiek, je handen, je lichaam, je gezicht, dat je al heel snel tot een bepaalde tone of voice in stem en spraak komt, waar je ook af en toe nog wat dingen aan kunt aanpassen. Zit niet stil tijdens het inspreken. Hou je niet vast. Maak je niet klein. Zorg dat je jezelf groot maakt, dat je beweegt, dat je alles gebruikt wat je normaal ook doet. Hè? Want op het moment dat wij normaal met elkaar aan het communiceren zijn en je zit nog niet in de studio, dan is het heel vaak zo dat mensen hun handen gebruiken, dat ze alles gebruiken, hun hele fysiek, hun wenkbrauwen, hun ogen. Overigens, daar wil ik nog wel iets over zeggen. Met je ogen en hoe je kijkt naar de tekst, dus gewoon letterlijk hoe je kijkt naar de tekst, kleur je de performance in. Heb je blije ogen, gaat het blij klinken. Heb je serieuze ogen, gaat het wat serieuzer klinken. Zorg dat het bovenste gedeelte van je gezicht, je wenkbrauwen, je ogen, dat je daarmee spreekt. Als daar vrij weinig gebeurt, dan wordt het heel moeilijk om kleur in de tekst te krijgen. Dus mocht je nou een keer horen van een opdrachtgever, het moet wat levendiger, ga dat dan niet proberen te doen met je stem. Sterker nog, vergeet je stem. Vergeet dat je het moet doen met je stem. Doe het in je fysiek. En je zal merken dat het veel levendiger gaat klinken dan als je probeert om met je stem iets enthousiaster te maken. Goed, dit is een klein deel van de eerste stap op weg naar het worden van een voice-over en een stemacteur. Ik zei al, er zijn heel veel andere dingen betrokken bij het goed inspreken, punten en komma's. Zeker voor voice-overs en zeker bij corporate tekst, bij lange teksten, plaats punten. Zorg dat je niet van alles een komma maakt als er een komma staat, maar dat je een punt zet en dat je ook naar de punt toeleest. Een veelgehoorde term. Veel andere dingen dus nog om te leren, maar als je die eerste de dingen uit het CBV-model, CBV-methode toepast, denk ik al dat je een heel eind onderweg bent naar het neerzetten van een levendige, lekker klinkende voice-over performance of stemacteer performance. Ten slotte, een paar tips.
tips voor het worden van voice-over en stemacteur. Ik kan me voorstellen dat als je al heel vaak gehoord hebt, doe eens wat met die stem, dat je nu denkt, ja, ik word voice-over, ik ga een demo opnemen, ik ga die meteen opsturen en hier komt mijn werk. Maar helaas, ik denk dat het best is om eerst te gaan leren oefenen. Gooi je in dit vak. Kijk wie er actief zijn. Volg een cursus bij ons, bij Stemacteren, of bij een van de andere collega's die cursussen aanbieden. Volg een cursus, verdiep je in dit vak, maak een goede demo. Zorg dat als je denkt, hey, hier wil ik wat mee doen, dat je er ook echt in het vak verdiept voordat je jezelf op de markt zet, want anders kom je bedrogen uit. Het is natuurlijk heel makkelijk om een demootje in elkaar te draaien en een opnametje te maken, maar voordat je echt te boeken bent, moet je echt wel een beetje weten hoe de dingen werken, hoe je een performance inspreekt. Je bent natuurlijk van harte welkom bij ons op de workshops. Als je wil verdiepen in het vak, dan is het helemaal geen slecht ding om eens een keer een cursus te volgen, om te ervaren of het inspreken in een echte studio ook echt wat voor jou is. Want het kan wel zijn dat je een goede stem hebt, maar ja, hoe is dat nou, het werken met een technicus, met een regisseur erbij? Nou ja, dat kun je ervaren bij ons in de workshops. Ik kan me voorstellen dat je naar aanleiding van wat ik nu verteld heb wat vragen hebt, en normaal had ik die in een live sessie ook graag direct beantwoord, maar dat kan nu niet. Dus mocht je een vraag hebben, mail hem gerust naar mij door op info@stemacteren.nl en ik kom er op terug. Uiteraard kun je dat ook via voicebooking doen. En tenslotte wil ik je nog heel veel plezier wensen met alle andere live webinars die hier te zien zullen zijn. Veel plezier en dank jullie wel voor de aandacht. Zo, dat was hem. De kop is eraf. De eerste webinar in het 1605 Content Festival. Barnier Geerling van stemacteren.nl. Dankjewel. Dus normaal gesproken had hij hier live gezeten, maar het ging eventjes niet anders. En nou ja, in een tijd als deze, zorg je dan dat mensen het gewoon op een ander moment doen. Gelukkig dat dat kan. Je kan Barnier met vragen mailen op info@stemacteren.nl. Stel die vragen vooral in de comments ook eventjes, of in de question and answers van Zoom. En mocht je in Facebook zitten, dan zijn ze daar te stellen. Wij zorgen er sowieso voor dat die vragen bij Barnier hier uitkomen. En ik zal nu ook zelf een aantal vragen proberen te beantwoorden. Dus vragen, heb je ze, kom erop, stel ze gerust. Dus als je voor mocht je niet zo vaak in Zoom zitten, ga gewoon met je muis naar de onderkant van het scherm in Zoom, dan pops. Dan verschijnen er allemaal mogelijkheden. En daarin zit dan een question and answer knop. Klik daarop en je kan je vragen stellen. Vooraf hadden we al een paar leuke vragen van Jeroen Koster gekregen. Hij vraagt bijvoorbeeld, waarom zou een bedrijf geld uitgeven aan een professionele stemacteur als ze ook iemand van het bedrijf in kwestie hadden kunnen aannemen? Ja, dat soort vragen die komen wel vaker. Dat is vaak ook als je de prijs van een voice-over ziet. Kunnen we dat niet gewoon zelf? Ja, je kan dat natuurlijk zelf doen. Je zit wel met wat Barnier zo mooi al zei. Er zijn zoveel dingen die meespelen wat een voice-over tekst uiteindelijk een fantastische opname maakt. En wat je toch vaak merkt met mensen die niet echt ervaren met stemmenwerk zijn, is dat ze eigenlijk meer bezig zijn met, oh help, ik moet iets vertellen. Waardoor er bijvoorbeeld nadruk op hele rare plekken zit, of waardoor bepaalde woorden heel onduidelijk zijn. Dus mensen gaan mompelen, mensen gaan hoog praten. En doen dat dan ook vaak nog als ze het gewoon op de zaak doen. Dan doen ze dat via het speakertje van de laptop. En dan krijg je toch als audience iets dat je moet gaan werken. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen die een voice-over moet doen, is ervoor zorgen dat een verhaal verteld wordt zonder dat iemand in zijn hoofd moet gaan werken. En dus ook zonder dat je als het ware in je hoofd moet gaan terugspoelen van wat zei die nou? Of dat je bijvoorbeeld gaat luisteren naar wat heeft hij een hoog stemmetje? Of zoiets dergelijks. Andere vraag die kwam ook van Jeroen. Hoe weet ik dat ik geschikt genoeg ben om voice-overs voor bedrijven op te kunnen nemen en daar geld voor te vragen? Ja, geld. Daar denk je misschien ook snel aan als je voice-over wil worden. Om daar even mee te beginnen. Om even met de factor geld te beginnen. Michael
Pilatschik van Radio 538 destijds zei van, begin gratis. Ja, dat is misschien even schrikken. Maar voor zover werk is een ambacht wat je gewoon heel vaak moet doen. En je moet een netwerk gaan bouwen. En als je gratis start, dan zou je waarschijnlijk aan dat netwerk sneller bouwen dan als je meteen de hoofdprijs vraagt. En daarnaast, voor zover werk is een ervaringsambacht. En dus, je moet het zo vaak mogelijk doen. En ja, er zijn voice-overs die 5 minuten nodig hebben voor het inspreken van een voice-over tekst. En daarvoor ook heel veel geld krijgen. Maar de vraag is wel eventjes, waarom doen ze het in 5 minuten? Vaak omdat ze al 20, 30 jaar lang in het vak zitten. En dus zo snel begrijpen wat er bedoeld wordt met een bepaald woord of een bepaalde zin. Of met het verhaal in kwestie. Dus dat heb je. En daarnaast heb je ook nog de klant. Wat wil die klant? Die klant die heeft iets in zijn hoofd. En het is aan jou om dat te brengen wat die klant wil. Daarvoor heb je gewoon heel veel ervaring nodig. Dus begin gratis of start bijvoorbeeld bij de lokale radio. Of ga zelf YouTube-filmpjes maken over de gekste dingen. Bijvoorbeeld als je een bepaalde vreemde hobby hebt en je denkt van nou, daar ga ik nou filmpjes van maken met een voice-over eronder, dan zou dat een heel mooi startpunt zijn om als voice-over te beginnen. En dan natuurlijk niet te vergeten X-Factor. Je hebt gewoon X-Factor nodig als voice-over. Ja, die X-Factor heb je sneller als je een mooie kraak in je stem hebt. Tenminste als man, als je een mooie kraak in je stem hebt. Maar liever iemand zonder een kraak die een waanzinnig goede stem is en dus alles meeneemt wat je nodig hebt als voice-over, dan een waanzinnig zware stem en eigenlijk niks meenemen. Volgende vraag die komt van Harm den Beste. Super toffe webinar dit. Kun je beter gaan zitten of staan tijdens het inspreken van een voice-over? Nou, daarover lopen de meningen uiteen. Als je als beginnende voice-over begint, dan zou ik je willen aanraden, ga staan. Omdat als je gaat zitten, dan ga je toch heel snel in een bepaalde houding zitten, waardoor je aardig stil blijft zitten. En wat Bonier al zei net, zorg dat je lichaam het verhaal ook vertelt. En dus staand ga je toch sneller zo praten. En dat werkt gewoon. Dan ga je automatisch dingen zeggen op de manier waarop ze gezegd zouden moeten worden. Persoonlijk zit ik altijd graag en ik kreeg ooit in de studio de opmerking dat ik heb altijd de neiging om een beetje naar onderen te praten. Dus op de een of andere manier moet men bij mij altijd de microfoon lager zetten. Met andere woorden, iedereen die heeft zijn eigen manier. Manon Bowmans die vraagt hoeveel ervaring heb je nodig om betaalde klussen te krijgen. Nou ja, ik zei het al, het is een ervaringsambacht, dus je moet het gewoon heel vaak doen en ervoor zorgen dat je ervaring krijgt. Desiree Martens, hoe zorg je ervoor dat je bij de top gaat behoren? Ja, ik denk dat vooral openstaan tot leren is. Gewoon, als voice-over alleen maar beter en beter willen worden. Nou, ook daar heb je dat ervaringsambacht weer. Het gewoon heel vaak doen. En waar je heel veel van leert is dat je in een sessie zit waarbij een klant aanwezig is en de reclame mensen die zijn en dan heb je nog de man die achter de knoppen zit. En iedereen heeft een bepaalde mening over wat jij doet. Sommigen ben je het eens, met sommigen ben je het misschien niet eens. Maar dan moet ik wel bij zeggen, als de klant dat graag wil, dan is het wel de bedoeling dat je daar meestal in meegaat. Dat is even een zijstapje, maar de echte toppers in het vak, die kunnen enorm goed een klant servicen. En dus dat kan soms betekenen dat jij het als stem echt denkt van oei,
dit is niet zoals ik het in mijn hoofd had. Oké, maar die klant die heeft het zo in zijn hoofd. En dan is het vaak toch gaan zoeken. En ook gaan vragen van, oh, maar wil je dan dit of wil je dat? En langzaamaan werk je er naartoe en zul je ook gaan merken van, oh, oké, dus dit was weliswaar niet zoals ik het in mijn hoofd had, maar nu het er uiteindelijk zo op staat zoals die klant het wilde, snap ik klant wel. Dus je moet ook heel erg wendbaar zijn als stem en dus luisteren naar wat klanten zeggen. En ik denk dat je daar het meeste van leert. En dat betekent gelijk dat we in een rare tijd leven. Omdat het tegenwoordig allemaal in een thuisstudio plaatsvindt. 90-95% van de klussen die jij als voiceover vindt, die vindt in een thuisstudio plaats. Maar hoe krijg je dan in godsnaam die feedback van klanten? Ik zou zeggen, als je een beginnende stem bent, laat de klant altijd meeluisteren. Professionele voiceovers vragen daar extra voor, omdat ze gewoon meer tijd kwijt zijn dan. Maar dit is jouw leergeld. Dus bied dat gewoon gratis aan. En het leergeld wat jij dus krijgt, is ook al die feedback van klanten. Even kijken. Annemarie Wegman. Wordt de markt van insprekers groter of kleiner de komende tijd? Wat is je inschatting? Hij zal groter en groter en groter worden. In voor 2008 was het heel ongewoon als je een eigen studio had thuis. Omdat wat je daarvoor nodig had was best duur. En wat heb je tegenwoordig nodig? Je hebt een goede microfoon nodig. Een programma om mee te knippen, plakken, opnemen. En het geheel moet lekker klinken. En hou dat laatste trouwens vooral in het achterhoofd. De ruimte waar je zit moet gewoon lekker klinken. Ben je een beginnende stem? Slaapkamer. Begin in de slaapkamer. Daar heb je al zoveel absorberende materialen. Tenminste, als je geen waterbed hebt, dan heb je heel veel absorberende dingen. Begin daar. Zorg voor een richtmicrofoon. Omdat een richtmicrofoon pakt minder de muren mee. En zo ben je voor zo'n €1500 heb je een starterset. Maar wat de echte pro's hebben, is duurder. Hou daar wel rekening mee. Dus wordt die markt van insprekers groter of kleiner? Ja. En dat is hetzelfde als wat je ook met fotografen hebt. Je hebt tegenwoordig zoveel fotografen, of tenminste mensen die op LinkedIn zeggen dat ze dat zijn. Dus ja, de markt wordt groter. Maar dat wil dus niet meteen zeggen dat al die beginnende voiceovers meteen heel veel marktaandeel afsnoepen van de voiceovers die het spelletje al jarenlang spelen. Dat is namelijk een hele moeilijke. Daarin zit uiteindelijk het verdienmodel, dat klanten jou weer terug gaan vragen. Dus retentie op wat je doet is heel erg groot. Even kijken, zijn er nog andere vragen? Morat L. Ik heb echt een leesbril nodig, sorry mensen. Morat L. Uokili, dank voor de webinar. Ook een ervaren voice-over zat er veel goede, nuttige informatie bij. Ah, dat was geen vraag dus. En dan Annemarie Wegman. Wordt de markt van inspreken groter of kleiner de komende tijd? Ja. En dan zegt Wouter Weber erop, maar wat bedoel je? Maar wat bedoel je niet de vraag naar voice-overs in plaats van techniek? Oh, ja. Nou ja, dus de markt naar voice-overs, hij wordt groter. Als je hem vanuit een andere richting pakt, het aantal video's wat een voice-over op internet nodig heeft, wordt alleen maar groter en groter. En zal dat de volgende jaren ook zeker worden. Dus ja, het wordt groter. Zijn we er dan? Even kijken. Ja. Ah, hoe word ik stem bij voicebooking?
Ja, die ben ik zelf eventjes wezen opschrijven. Want die vraag die krijgen we heel erg vaak bij voicebooking. Nou, ik zou heel eerlijk zijn. Als beginnende voiceover bij voicebooking aankloppen. Ja, dat kan. Zonder demo ja, is het voor ons lastig te beoordelen wat je kan. Dus je moet een demo hebben. Dan de kans dat je bij ons op de site komt, is heel erg klein. Waarom? Omdat wij willen werken met voiceovers die vanuit hun eigen studio werken. Een kwalitatief hoogstaande studio hebben. Voiceovers die precies begrijpen dat als ze een tekst en een brief zien wat die klant wil. En dat laatste, dat is te omschrijven als zelfregisseerbaar. En er zijn zelfs heel veel voiceovers die al 20 jaar lang voiceover werk doen, die dat zelfregisseerbare niet in de vingers hebben. Daarnaast doen wij per taal doen wij zo'n 25 stemmen. Terwijl er zeker zo'n 200 stemmen in Nederland zijn die ook die kwaliteiten hebben. Dan hebben wij wel de extended database en daarin zitten alle stemmen die wij op een schaal van 1 tot en met 5, 3 tot 5 sterren geven. Dus als jij 3, 4 of 5 sterren krijgt, dan heb je de mogelijkheid om in onze extended database te staan. En dat is een hele grote database die voor die hele specifieke vragen van klanten zijn. En dat zijn juist vaak de hele speciale klussen. Dus radiospots en televisiespots die juist voor de top reclamebureaus gemaakt worden. Want die willen juist die ene nieuwe stem hebben die ene stem waarbij je hopelijk na een paar jaar denkt van, als je die stem hoort, oh, dat is de stem van whatever wat. En er zijn heel veel stemmen die nu inmiddels heel erg groot zijn, die zo starten. Denk bijvoorbeeld aan de stem van Ben. Dat was voor Kira Makko, was dat haar eerste klus. En ze was binnen een maand ongeveer een bekende Nederlander, puur door het zijn van die stem. En inmiddels werkt ze voor, ik weet niet hoeveel klanten. Dus ja, het kan. Jeroen Kosten, nog even een hele nuttige webinar. Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen. Is er een concrete manier om de prijzen voor beginnende voiceovers te bepalen? Ja, een beetje terugkomend op wat ik in het begin al zei. Begin dus vooral gratis. En ik zou zeggen, vraag niet te veel. 650 of 850 euro voor een reclamespot, dat is heel veel geld. Maar je betaalt daar als klant voor ervaring. Je betaalt daarvoor, ik heb precies iets in mijn hoofd en ik wil, beste stem, dat jij het precies zo gaat doen. Dus je moet daar een nadruk leggen, daar een nadruk, daar en daar en daar. Ik wil het zakelijk maar vrolijk. Zakelijk maar vrolijk. Dus ik denk altijd, wat bedoel je dan? Maar goed, ik wil het zakelijk maar vrolijk. Dan moet je daar snel praten, daar langzaam en nu. Nou, dat moet je er vervolgens in 2 tot 3 keer op hebben staan. En daarom verdien je er heel veel geld mee. En de meeste stemmen, ja, die hebben daar 1,5 uur voor nodig. En dan is het vaak nog steeds dat een echt ervaren stem iets inspreekt wat beter klinkt. Daar is niks mis mee. Je moet het gewoon heel vaak doen. Dus ga nou niet kijken op allemaal verschillende sites van, oh, ze rekenen dat, dus ik ga dat ook rekenen. Nou als je er al geld voor wil vragen voor die eerste paar klussen, deel het dan minstens door 3 en vraag dat. Dat waren ze. Dat waren de vragen. Barnier die gaat ze zelf ook nog beantwoorden. Dus als je ze gesteld hebt, Barnier die gaat ze beantwoorden. En je kan hem altijd een mailtje sturen op info@stemacteren.nl. Dus info@stemacteren.nl.
Dit was de eerste uit de reeks van het 1605 Webinar Festival. Er komen er nog heel veel aan, want we gaan de hele maand door. Morgen aan de beurt is Gijs Vriese en hij gaat het hebben over audiodesign. Dat gaat hij, hij gaat zich vooral richten op mensen die wel met audio bezig zijn, maar dat eigenlijk niet als hun... als hun vak zien. En dus wat zijn dan de punten waar je rekening mee moet houden om een audiomix te maken die net eventjes dat extraatje doet, waardoor je bijvoorbeeld niet de muziek maar zachter zet, zodat de stem nog wel hoorbaar is. Nee, hij gaat je vertellen met simpele trucs hoe laat je toch die emotie van die muziek eruit komen zonder dat het de voice-over in de weg gaat zitten. Dat soort dingen. Je kunt kijken op voicebooking.com/webinars. Schrijf je in waar je maar wil. En mocht je gedacht hebben van... ik vond dit tof, vond dit een leuk webinar. Share het vooral via Facebook of Instagram of wherever. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zou ik zeggen. Dank voor het kijken en tot de volgende.